buurt. Goedemiddag allemaal en welkom opnieuw bij Studio TVL. De PAL, de hogeschool met de laptop, bestaat 10 jaar en daarom werd vorige week de Laptop Award uitgereikt. En dat aan 1 student die zich op een of andere manier bewezen heeft in de ICT-wereld. Uit 6 genomineerden werd Bert Vissers gekozen met zijn project Bivolino.com, een heel leuke website. En hij is vandaag bij ons. Goedemiddag Bert, fijn dat je er bent en proficiat met die Laptop Award. Ja, dankjewel. Wanneer ben je afgestudeerd aan de PAL? Ik ben afgestudeerd in het jaar 2005, ja? Dus dat is inmiddels 6 jaar geleden. Ja, ja, ja. Ik heb ondertussen bij 2 werkgevers gewerkt. Eerst 3 jaar om een goede basis te hebben voor de programmatie. En sinds 3 jaar dus bij Bivolino.com. Ja, en wat houdt dat juist in? Ja, dus Bivolino.com is eigenlijk een webwinkel die gepersonaliseerde kleding op maat verkoopt. Zowel voor heren als voor dames. Ja. Dus ze hebben geen fysieke winkel, zoals de meeste grote kledingmerken, maar ze verkopen uitsluitend via het web. Ja, en jij hebt dat allemaal op poten gezet, omdat dat kan via internet. Ja, dus we hebben eigenlijk 3 jaar geleden de beslissing genomen om echt de programmatie volledig opnieuw te starten en alles heel gebruiksvriendelijk te maken. Ja. En ja, uiteindelijk is dat goed uitgedraaid, is dat aan het rollen gegaan. Ja. En we zijn ondertussen Europees marktleider. Amai. Dus, ja. Want dat is meer en meer in aan het komen ook, zo die virtuele winkels, die webwinkels. Mensen durven precies al meer via internet te kopen nu, hè? Ja, dus het concept van Bivolino, om dus dat via het internet te doen, bestaat al meer dan 10 jaar. Ja. Maar in de beginperiode, de mensen waren wat terughoudend, ja, en hadden daar wat schrik voor om dat online aan te kopen. Ja, maar je moet je gegevens dan achterlaten, ja, en het bankkaart en zo. Ja. Maar hoe kan je weten of iets betrouwbaar is op het net? Wel, er zijn organisaties die een soort keurmerk toedienen aan de webshops. Dus bijvoorbeeld is er Thuiswinkel. En als beneden in de footer dat logootje bijvoorbeeld staat, dan kun je ervan uitgaan dat het een veilige webwinkel is. Ah ja, op die manier. Ja. Dus je moet dan altijd even goed kijken of het wel allemaal veilig is. Ja. Heb jij dat al eens ooit gedaan, iets via internet gekocht? Ja, 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 ja? Maar dat gaat dan over instrumenten of apparatuur. Ja. Ja, ja, maar dat doe je ook en je doet ook andere producten nog, hè? Privé, ja, dan. Ja, dus ik bied naast mijn fulltime baan, wil ik ook webshops opstarten met nieuwe producten. Ja. Dus we zijn bezig met wijn, met designmeubelen. Dus eigenlijk, we staan open voor alles. Ja, ja, ja. Maar het meest gekochte product is wel muziek, denk ik. Hè. Daar is het allemaal mee op gang gekomen. Tuurlijk. Ja. Je hebt hier ook een aantal hemden meegebracht die dus via die Bivolino.com te koop zijn. Want mensen kunnen dat helemaal zelf maken. Hè? Ja, dus dat is eigenlijk de kracht van Bivolino. Dus elk hemd dat er gemaakt wordt, is uniek. Ja. Dus op een familiefeest zal u nooit toevallig hetzelfde hemd van uw collega treffen. En je kunt daar heel vrij in zijn, heel creatief. Ja. En bijvoorbeeld, zo begint natuurlijk met de kraag te contrasteren. Sommigen doen dan dat Jean-Marie Faf iets erop schrijven. En morgen komt Jean-Marie, kan hem misschien eens vragen of... Ja, dus ik stel voor dat je me uitnodigt op de webshop. Ja, dus, We gaan eens kijken hoe dat dan allemaal werkt. Hè? Want ja, ik denk dat het in het begin een beetje moeilijk is voor mensen om te kijken. Maar... Ik heb eigenlijk in Vogelvlucht een overzichtje gemaakt. Dus hier kies ik bijvoorbeeld het stof. Dus we zien links ook een 3D-weergave, waardoor de klant eigenlijk duidelijk ziet wat hij gaat thuis krijgen. Hier kies ik bijvoorbeeld een andere kraag. De streep is in een andere richting. Hier gaan we dan al verder naar de manchet. Dus daar heb ik ook een zoom van. Ziet, en zo zijn er heel veel kleine eigenschappen die gepersonaliseerd kunnen worden naar de zin van de klant. En als het dan niet past? Ja, dus daar is Bivolino ook weer heel sterk in. Dus zij hebben 10 jaar geleden een patent genomen op een matentechnologie. Dus Bivolino beweert dat ze met slechts 4 invoervelden een maathemd passend maakt voor een persoon. Ja. Dus, moet je maten opgeven dan? Ja, dus dat is lengte, leeftijd, gewicht en boordmaat. Dus iets wat eigenlijk zelfs de mannen weten. Ja. Hè? Dus de andere webshops die dat niet hebben, want er zijn natuurlijk heel veel webshops gestart met kleding, maar dan zou je dus in principe heel je lichaam moeten gaan opmeten met een lintmeter, ja, waardoor de kans dat het past klein is. Want waar begint nu eigenlijk een arm? Ja, dus dat is al een discussiepunt. Allee. Dus, en dat past dus eigenlijk altijd? Dat past altijd. En we hebben zelfs de garantie, als het eerste hemd toch, als, stel het is iemand die een beetje buiten proportie is, dan geven we gewoon gratis het tweede hemd. Ja. En dan fixeren we de maten, waardoor de toekomstige bestellingen altijd goed zitten. Ja, want voor mensen met extreem grote maten is dat wel interessant, want die vinden niet altijd iets leuk of iets wat hun goesting helemaal is. Ja, dus wij hebben de mogelijkheid om voor iedereen
een oplossing te bieden. Grote mensen, dikke mensen. Ja. Dit dus. Is eigenlijk een beetje hoe de toekomst er zal uitzien of zo, niet? Ja, volgens mij is dit de toekomst. Ja. Dus in 2010 is er voor 900 miljoen euro al verkocht in België. Amai. Op het web. Dus het valt niet meer te negeren. Mm-hmm. Dus de mensen raken er ook meer vertrouwd mee en ze geloven het wel. Dus, Je kunt misschien zoiets op je hemd zetten binnenkort. Ja, een nieuwe kledinglijn. Dus, een eigen kledinglijntje. Ja, straks niet babbelen, want dat is wel interessant. Ja, dus we hebben ook een tool ontwikkeld waardoor elke foto eigenlijk zomaar op een hemd kan komen. Ja. Dus tijdens mijn PL-presentatie bijvoorbeeld, ze hebben nu een t-shirt gemaakt. Dus om dat gewoon ook op hemden uit te rollen. Ja. Dus dat zou gewoon van 1, 2, 3 kunnen. Een hele eer toch dat je die laptop award dan hebt gewonnen. Ja, ook, dat was een heel mooie eer. Ja. Ja, een heel mooie prijs. Ja, ideaal. Goed, Jim, straks mogen jullie alles verder uitbabbelen, een beetje onderhandelen. Maar eerst willen we nog een liedje horen. Okay. Hè, want je bent hier natuurlijk voor je album voor te stellen. Dus neem maar weer plaats aan de andere kant. Het nieuwe album staat hier nog altijd bij ons, When Love Is Not Enough. En het liedje dat nu gezongen wordt, heet dan What If Love Is Not Enough. En dat vind je dus terug op dit nieuwe album. Misschien dus ook wel binnenkort via internet en zo te verkrijgen als we allemaal Bert een beetje volgen. Goed, heren, zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we eens luisteren naar Jim Cole met What If Love Is Not Enough.